met het installeren van de divisie Jong Ondernemerschap van de NDP Jongeren Denk Tank willen de jongeren op hun manier voor zorgen dat ondernemerschap wordt gestimuleerd. Vooral gezien de economische en maatschappelijke situatie waarin Suriname zich bevindt, zegt voorzitter Donaghy Malone. Met de installatie van de divisie wordt een tipje van de sluier gelicht, onderstreept Malone. Hij gaat verder in op welke divisies de denktank heeft geïnstalleerd en zal installeren. En wat kunt u meer nog verwachten van de denktank de komende periode? We hebben een aantal divisies die we moeten installeren, waaronder divisie technologische innovatie, divisie economie, divisie onderwijs, wetenschap en cultuur, divisie welzijn en milieu. Vanavond doen we jong ondernemerschap, we hebben een divisie veiligheid, divisie sport en divisie jeugd. De weg die we hebben ingeslagen en hetgeen dat ik u eerder had gezegd, de strategie van ons is namelijk het werven van leden ten boven van de denktank. De leden die u heeft gekregen, waarschijnlijk voor de registratie van vanavond, die zal waarschijnlijk gesloten zijn, maar de eerste link waarbij we de leden van denktank of mensen die interesse hebben om zitting te nemen in een van de divisies, die blijft open. Omdat we steeds nog meer in onze strategie hebben maken van politieke statement, organiseren van politieke en bestuurlijke maatschappelijke discussies, veelal onder jongeren, het adviseren van jongerenstructuren, etc. En zeker ook nog capaciteitsversterking. De divisie is door NDP-parlementariër Melvin Bouva voorgesteld aan het publiek. De groep is welkom geheten door de voorzitter van het Jongereninstituut, Faisal Abdul Ghafoor. Mag ik met een applaus uitnodigen? We hebben hier Melanie Faisal. Sherry, en Jamiro Pink. Een hartelijk applaus voor deze vier jonge prominente Surinamers die de partijen via de organisatie Het Surinaams Belang komen ondersteunen. Ik wil jullie van harte welkom heten. Met drie van jullie heb ik heel vaak en heel veel gesproken. Dus ik ben blij dat ik eindelijk zover ben. Jou ga ik nog leren kennen. Ja, maar dat komt allemaal goed. Mag ik de voorzitter van het Jongereninstituut uitnodigen om deze jonge mensen van harte welkom te heten in de partij. De jongere denktank van de NDP beoogt jonge professionals te betrekken en te inspireren en ze een platform te bieden voor discussie en besluitvorming over maatschappelijke, economische en politieke kwesties.